nieuwe video. Het is vandaag vrijdagochtend 18 september. Het is rond 9:15, dacht ik dat het net was. Ja. En ik ga vandaag jullie een beetje meenemen. Maar omdat ik vandaag wat later ben dan normaal, Sterre is ziek thuis, ben ik zelf ook later, want ik hoef niet om 6:30 te staan. Moet ik nog alles doen. Ik heb gedoucht alleen nog maar. En mijn haren geverfd. Dus alleen maar. Ik ben al wel actief bezig. Beneden wat opgeruimd. Maar ik dacht, ik ga maar een beetje opmaken. Ik ga vanmiddag even weg naar de kapper. Sterre wordt straks opgehaald door haar vader. Ik denk, ik ga gewoon lekker gezellig een dagje filmen. Ik had daar zin in. En kunnen jullie een beetje meekijken met ons leventje weer. Sterre is ziek thuis. Ze heeft de griep. Ze is de hele week al niet lekker. Er zat gisteren een sportdag. En ik denk dat dat te veel energie heeft gekost. Want ze was gistermiddag helemaal moe. Ze heeft overgegeven. Ze was helemaal wit. En helemaal... Dat vind ik zo zielig. Dus ik had ze, je blijft maar lekker. Als je morgen vroeg nog zo bent, een dagje thuis. Nou, ze is vannacht een aantal keer wakker geweest. Dus ik had ze iets, weet je, blijf maar een halve dag thuis. Ze heeft maar tot 11:45 les. Dus vind ik niet zo heel erg. Ik ben niet de moeder die haar voor elk dingetje thuis laat. Dus ik had zoiets van, nou ja, weet je, kom maar even bij. Dus, genoeg geklets. Ik ga me even een beetje opmaken. Dit doe ik waarschijnlijk versneld. Omdat het niet zo heel boeiend is. Het is gewoon even een laagje voor de wallen. Zo, ik niet. Er zit een beetje basismake-up op, meer draag ik niet. Vind ik ook genoeg. En ik krijg in één keer visite. Nou, oh, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ah, je haren. Gaat het een beetje? Ja. Wat ben je aan het doen? Met de Barbie spelen. Yay! Er komt vandaag een pakketje voor jou binnen. Yay! Ik heb wel besteld voor hem, maar... Dat, heb ik dat al verteld wat het is of niet? Wat ik had besteld voor jou? Weet je het nog? Ja. Wat dan? Die regenlaarzen. Ah, nee. Oh ja, oh, die komen ook binnen, regenlaarzen. Die krijg je van, niet van mama, die krijg je van een bedrijf. Maar ik heb een bretspop voor haar gekocht. En van 6 Creative iets om nagels mee te versieren. Mm. Voor jou en om te testen hoe te zijn. Dus gaan we even verder spelen met Barbie. Ja. En ja, ik ben hier klaar mee. Dus ik ga nu jullie meenemen naar beneden. En dan zien jullie de rest van de dag zelf wel wat we gaan doen. En die ballen gaan niet weg. Ik heb trouwens een concealer van MAC. Ik weet niet of jullie dat net heel snel hebben kunnen zien. Dat is de Pro Longwear concealer. Maar dat ding is dik en dekkend. En daar moet je echt mee leren werken. Want ik heb nou zeg maar een beetje op mijn hand. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hier die vlek, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dat heb ik opgedaan. Maar dan krijg je ook niet meer weg. Dan moet je gewoon het doekje heel goed weghalen. Anders heb je de hele dag de kleurverschil. Normaal trekt het wel eens in en zo, maar bij deze niet. Dus dat haal ik ook gelijk even weg. En ik zag dat ik losse poeder op mijn mobiel had geknoeid. Ik heb trouwens geen lipstick op. Echt geen zin in. En misschien dat ik straks nog aan lipsticks ga swatchen. Ik denk het niet. Ik heb al vooruit gewerkt op dinsdag. En ik wil vandaag ook gewoon eigenlijk een dagje vrij. Dat heb ik bijna nooit. Eigen schuld, dikke bult. Dus ik weet nog niet wat ik vandaag ga doen. Nou, genoeg klas. Ik zie jullie zo weer. Ja, met jou op Anderos? Goed. Maar op jou kunnen we niet dan. Afgelopen zaterdag zijn we trouwens bij de Action geweest. En ik wilde een Action shoplog opnemen. Maar ik vind het te weinig voor een shoplog. Dus ik dacht, ik doe nu even laten zien wat ik heb gekocht. Prijzen weet ik niet, maar ik laat het wel even zien. Als eerst heb ik een weegschaal gekocht. Vanwege het afvallen en zo wil ik wel bijhouden hoe wat. Ik had nog geen weegschaal. Die even weg. Maar ik denk dat ik het ook op ga gaan. Want het ligt hier al de hele tijd. Kijk hoor. Ik heb 2 zakjes. Schermesjes. Wegwerpschermesjes van Too Lady. Lady Too. Laser Lady. Laser Too Lady. Die heb ik altijd. Die kunnen we straks naar de badkamer. Voor sterren leuke. Hipsters. Boxershorts. Even nieuwe erbij. Volgens mij zijn die ook een maat groter dan ik normaal heb of niet? Nee. Nog steeds 120, 180. Ik zat te twijfelen voor een maatje groter, maar blijkbaar niet gedaan. 2 make-up reinigdoekjes voor de zwartjes. Die waren op
voor in huis de spray. Kijk maar. De Aqua Fresh Air Orient of Lounge. Ik moest even kijken door het schermpje. De roze variant. Dit gebruik ik meestal aan het stofzuigen. Zo even om het huis een beetje lekker te laten ruiken. Niet dat het stinkt. Maar je hebt soms van die huiselijke geurtjes. Een shampoo ken ik nog niet van de Action. Deze Coconut Care. Maar iedereen is lyrisch. En ik had shampoo nodig. Dus dat. Nou, neem mee. Daarvan heb ik ook de conditioner meegenomen. Het zijn wel goede grote flessen. Dus Stella mocht wat uitkiezen. En hier dan Bubblicious kauwgom. En ik heb een rubber. Ik hang jullie nou even om mijn nek. En ik heb een, hoi, een dienblad, een soort spiegeldienblad. En ik dacht dat het is leuk om mijn parfums op te zetten of wat dan ook in de blogkamer, dus die. Nou, dat was het. En ik dacht, ja, daar ga ik geen aparte video over maken. Dus dat hebben jullie nu gezien. Dan kan ik het even lekkertjes gaan opruimen. Sterre, die is nog wat een beetje aan het schrijven en aan het rekenen vandaag. En ze heeft net deze stickers gekregen. Die zaten bij het persbericht van Kliniek. Die werd opgestuurd. Normaal krijg ik het digitaal. Maar waarschijnlijk omdat dit erbij zat of zo, kreeg ik het per post. En die sterren gelijk gebruiken. En we zien je niet meer. Je bent verstopt. Wat ga je zo doen? Naar papa toe. Ja. Dus ik denk dat jullie dus straks nog zien. Ze wordt met 10 minuutjes opgehaald. Dus zeg maar tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Hi, daar ben ik er. Ster is inmiddels opgehaald en ik was naar de kapper toe. Ik was naar een toegefiets, 10 minuutjes fiets of zo. En ik kijk naar binnen en er zitten denk ik 9 mensen of zo. 8-9 mensen. Dus ik vraag, ze vragen wat ze willen laten doen. Ik zal allemaal paniek knippen. Ja, dan moet je minimaal nog een uur wachten. Ja, nou, daar had ik geen zin in. En ik ging naar de Kruidvat toe en ik wilde vloggen, maar ik denk, ja, waarom moet ik vloggen in de Kruidvat? Ik ging ook niks kopen. Maar ik wilde graag naar de Edels, maar ik was een beetje vergeten. En dat bij dat winkelcentrum een Kruidvat zit en daar Terstal zo, maar geen Edels, dat zit in dat winkelcentrum daar. En ik woon hier pas 2,5 jaar, hè? Ik weet dat allemaal nog niet. Dus, ik had namelijk een knokkert van de Edels, want ik had geen zin om heel veel dingen te kopen. Ik probeer juist te minderen. Dus ik denk, nee, weet je wat? Ik ga wel weer naar huis. Ik was een beetje geërgerd. Ik dacht, ah, mijn pony. En dan is het mooi, want we gaan zondag naar de verjaardag van mijn moeder. En dan is het allemaal weer mooi en netjes. En nee, dan niet. Dus ik ben weer thuis. Het is nu bijna 2 uur. En aangezien ik nu home alone ben tot 5, misschien zelfs 6 als Roy gaat overwerken, ga ik filmen. Ik ga denk ik een kinderkledingshop nog opnemen. En dat komt mooi uit, want deze zijn ook net binnengekomen. Even sneak peek, deze laarsjes. Maar goed, weer ga ik het over vertellen in de kinderkledingshop nog. En dan ga ik dat even doen. Ik ga mezelf even een beetje helemaal klaarmaken. En dan ga ik dat maar filmen, denk ik. En zo ziet mijn bureau eruit na het filmen. Het is echt ja, dat wordt van de week opgegaan. Ik heb vandaag echt geen zin, maar het is klaar. Ik heb in het huis tussendoor ook nog wat dingen gedaan. En eigenlijk ziet zo mijn blogkamer er nu uit. Dit heb ik al een beetje geprobeerd op te ruimen verder. Want er was gevraagd of ik een andere setting wilde doen. Nou, ik heb mijn parfums bij elkaar neergezet. Ik zal even sneak peek geven. Wat ik ongeveer heb. Mochten jullie daar een uitgebreide collectievideo van willen zien, let me know. En ik heb dan dit zo erachter neergezet. Dat als je achter mij kijkt dat je dit ziet. Het is een beetje inspiratieloos. Maar ik weet anders echt niet wat ik hiermee aan moet. Nou, en dan dat. Hier heb ik allemaal nieuwe kleding voor mijzelf neergehangen. Die laat ik binnenkort ook zien in een artikel of video. Dat is van de Miss Ethan. Dus dan daar staat oud papier. Wat ik echt, oh nee, wacht. En een winactie die nou loopt. En dan zet ik dat daar neer. Dan heb ik dat daar al klaarstaan, zeg maar, om te doen. En wat ga ik nu verder doen? Ja, ik heb echt geen idee, want ik heb gisteren al lekker flink vooruit gewerkt en vandaag een koffie. Die zat stiekem op de stoel, die hoort mij en die gaat dan weg. Donker. En ik had vandaag andere dingen in de planning, maar ja, als dat niet doorgaat. Oh, wacht. Ik heb bij de trap wat neergezet, maar dan breekt iemand zijn nek straks erover. Dat is niet de bedoeling. En donker, joh, zo in huis.
Ik ben naar de bovenverdieping van daar. Sterrenkamer, de knuffels lagen nog in de gang. En dat spiegel-tienbladse ding. Met proefjes. Zet ik even weg voordat daar iemand zijn nek overbreekt. Maar ik had vandaag allemaal dingetjes in de planning. Zoals een pony die echt... Ik ben heel blij dat ik die pony heb gedaan hoor. Ja, blij. Ja. Ik had er een beetje spijt van toen hij geknipt was. Want hij was de eerste keer niet goed geknipt. En toen moest ik na een week al terug naar Brainwars. En ik had zoiets van, hij valt echt niet mooi. En nou, daar was die vrouw me gelijk in. Dus die heeft hem anders geknipt. Toen viel hij veel beter. En nu zijn we 2 weken verder en is mijn pony zo lang. Ik ga filmen terwijl ik van de trap loop. En nou is mijn pony zo lang. Ik kijk wel even naar beneden als jullie het niet erg vinden. Nou is mijn pony zo lang, dat zeg ik voor de 3e keer, dat ik me er weer aan erger. Maar ja, als ze geen tijd hebben. Ja, ze hebben wel tijd, maar dan moest ik wachten. Dan had ik geen zin in. Dus ja, wat gaan we dan eens doen? Ik denk toch maar dat ik ga bloggen dan. Want helemaal niks doen, ik ook zo doelloos. Dus ik ga aan het werk. Daar ben ik weer. Het is inmiddels bijna 5 uur. Ik heb nog even achter de laptop gezeten en alvast de stukjes hiervoor geëdit en de shoplog geëdit. En ik heb nog een artikel geschreven en bij Easy Paris XL heb ik een kortingscode gekregen. Iedereen denk ik al hoor, van 25% korting op alles. Ik denk dat ik een half uur allemaal producten in een winkelmandje heb gegooid. Dat wil ik, nee dat weet ik niet. En dan had ik wat voor Urban Decay erin. Die doet weer niet mee aan de korting, dus dat er weer uit. En zo ben ik een half uur bezig geweest en uiteindelijk besloten, weet je wat Bianc, doe de website weg. Ander keertje. Dat. En nu ga ik eigenlijk de vaatwasser opruimen, de inhoud zeg maar. En eten koken voor Roy. Ik eet zelf een maaltijdshake van de etels. Normaal doe ik weight care, maar nou, ik heb nog etels staan, dus die maak ik even op. En Roy die eet niet zoals brood of zo, denk ik. Wow, ik ben vet overbelicht. Ik doe het even met de camera van mijn mobiel. De andere camera ligt op te laden. Die is nou leeg. Meer ga ik niet doen. Ik ben echt overbelicht. Yeah, ja, hou je vinger door. Zo, denk ik. Nou, dat moeten jullie maar even vergeven. Dit was de vlog van vandaag. Het was uiteindelijk een rustige vlog. Maar ook wel weer, denk ik, een beetje gezellig bijgekletst. En ik ben heel benieuwd of ik jullie van de shoplog ga vinden. Van de kledingshoplog. Die komt denk ik later online of eerder. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Met zien jullie vanzelf. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot ziens.